Hello, I'm Modi Vasinon. Yo, what's up en welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Deze zondag gaan we kijken alweer naar de pro-cyclist mode van Margie van Zevenhand op PCM 21. En wat kunnen we doen in de laatste week van de Vuelta? Ja, dat is de grote hamvraag. Hè. Kunnen we de rode leiderstrui vasthouden of niet? We gaan nog een laatste bergrit tegemoet, nog een stevige heuvelachtige rit. En dan ook nog eens de laatste slottijdrit naar Santiago de Compostela. En deze mannen moeten ons gaan bijstaan. Van de Wolfpack, hopelijk in vol getallen achter Maurie om de rode droom waar te maken. We zagen de vorige etappen al, de voorlaatste bergen dus, dat we wel degelijk kunnen volgen buiten onze vormpiek rond. Maar oké, we hebben wel een goede dag voor nog steeds nodig om die mannen te kunnen volgen. En etappe 18 gaan we dus beginnen vandaag. En wat gaat Pogacar hier forceren? Gaat hij ons er nog afkrijgen of niet? Gaat hij aanvallen? Wat kan hij dus doen op de Alto del Gamonitero? Dat is de grote hamvraag. En ja, wij dus uit onze vormpiek. Hè. Dat was al een paar ritten duidelijk. En we gaan dus starten met etappe 18. En komt het gevaar misschien nog van O'Connor en Izagirre. Die zijn in de vorige etappe plots naar plekken 2 en 3 in het algemeen klassement geschoten. De San Lorenzo en de Cobertoria. Dat zijn de beklimmingen van eerste categorie. En dan de slotklim van de Gamonitero. Waar we dus gaan echt wel moeten volgen. Hè. We moeten gewoon mee met Poggyboy. Dat is de belangrijkste taak in deze 18e etappe. Een klim die tot net geen 18% gaat met bepaalde stroken. Etappe 19 is wat een overgangsetappe dan. Etappe 20 is een stevige heuvelrit. Hè. Zeer zeker de Alto de Prado en dan de Moscastro de Hervie. De slotklim eigenlijk. Ja, je mag het ook een slotklim noemen. En dan uiteindelijk gaan we afsluiten met de slottijdrit van Padrón naar Santiago de Compostela. 32 kilometer tegen de klok. Dat is stevig. Zeker voor maar een 70 tijdrit-stat van Margie van Zevenhand zal dat heel moeilijk worden tegen een Tadej Pogacar bijvoorbeeld. En de Sloveen is ook gewoon de topfavoriet voor etappe 18 samen met Yates en Carapaz. Dan hebben we nog Mascarty, Mollema, Evenepoel, Thomas, Masnada en Kemna. En waar komt Marie uit? Dat is de vraag. O'Connor 2, 16 achter. Gorka Izagirre op 3 en 8. En dan Pogacar op 3 en half of zoiets was het zeker. Dus het ziet er nog steeds goed uit. Hè? Dat moeten we vooral wel onthouden. Het moet niet vandaag. We mogen gewoon volgen. We hoeven niet te winnen. Gewoon niet te veel tijd verliezen. Dat is het belangrijkste. Plus 1 dagvorm. Dat is wel lekker. Zeker als je kijkt naar onze ploeggenoten. Min 2 bij Sénéchal, min 1 bij Almeida, Evenepoel, Masnada en Honoré. Plus 5 bij Morkov. Wel ja, oké. Lekker voor Morkov. Kan er niks mee doen vandaag. En Cerny heeft een break-even. Dus oké. Dat is al goed. Een goed begin. Almeida mag in het wiel kruipen. Evenepoel mag van Zevenhand meteen uit de wind zetten. Hofstede probeert momenteel de vlucht van de dag te regelen. En wij gaan dan hopen dat Almeida in de finale van Zevenhand op de flank van de Gamonitero uit de wind kan zetten. En dan komt het allemaal goed zeker. Sénéchal, Morkov, zij mogen wat proberen te controleren hier. Terwijl de vluchters van de dag echt wel proberen weg te komen. Dan de Puerto de San Lorenzo. 10,1 kilometer. 8,5% gemiddeld. En ze gaan hier wel degelijk sprinten om de bergpunten. Gaat er nog iemand een gooi doen naar die bergtrui? Waar het duel tussen O'Connor en Van Zevenhand eigenlijk zich aan het aftekenen is. Geesink pakt hem voor Izagirre. Het is niet Gorka, wel de broer Jon. Ja, Gorka gaan ze nooit laten rijden natuurlijk. Ja, als je derde staat in het algemeen klassement. En Geesink alweer hier met de versnelling. Fulsang zit hier ook nog bij van Astana. Izagirre parkeert. Gaat Geesink hier opnieuw de punten pakken? Jawel, wederom 10 op de konto voor Robert van Jumbo-Visma. Dan Fulsang, toch net achter Izagirre als derde boven. En dan gaan we naar de slot klimmen. Hier is de Alto. En onze ploeggenoten zijn niet mee. Nee, Evenepoel Almeida laten zich volledig verrassen in die afdaling van die klim van tweede categorie. Of heuveltje, alhoewel ja, het was een kleine beklimming. En wij moeten het dus alleen gaan doen. 15 kilometer lang.
9,7% gemiddeld. Jarno met nog een persvraag. Gaat Van Aert ooit meedoen voor de Giro of La Vuelta? Zo ja, maakt hij kans voor de winst? Goh, ik denk het niet eigenlijk. De eindzegen pakken in een grote ronde, dat lijkt me buiten de capaciteiten van Wout van Aert. Gaat hij ze ooit verrijden? Dat lijkt me ook straf. Past niet helemaal in zijn kalender. En Mr. L moet het veld rijden in de plaats komen van baanwielrennen voor Pro Cycling Manager 22. Goh, persoonlijk zou ik zeggen van ja, gewoon een goed veldritspel zou ik echt bijzonder vet vinden. Maar marketinggewijs gaat dat nooit gebeuren. Nou ja, er zijn twee landen die het veldrijden domineren. En dat is dus geen mondiale sport. Ja. Het is cru om te zeggen, maar het is zo. Buiten Nederland en België is geen kat geïnteresseerd in veldrijden. Want ze kunnen niet mee, die andere landen. En in de baanwielrennen heb je echt wel een mondiale sport. Hè. Je ziet daar landen van over heel de wereld terugkomen. Dus op dat gebied snap ik het volledig dat ze zich bij het baanwielrennen houden. Maar ze moeten het gewoon opfrissen. Ze moeten die spelmode echt gewoon volledig eens gaan veranderen. Hè? Want het is al 10 jaar hetzelfde, denk ik. Ja, het zal zoiets zijn. En ondertussen de aanval van Mas nu. Mas is eraan begonnen. De laatste 10 kilometer op deze Alto del Gamonitero. 9,7% gemiddeld. En mannen, 15 kilometer aan een stuk. Ja, dat kan tellen. En die Ineos Grenadiers zien al zwarte sneeuw op deze beklimming. Ook Carty krijgt het al lastig. En het is Pogacar die aan het doorduwen is. Pogacar met de mannen van Astana, met Izagirre en Fuglsang. Fuglsang nog vanuit de vroege vlucht. Ion heeft ondertussen plaats moeten ruimen, maar Gorka gaat makkelijk mee met Pogacar. Oh, oh, oh. Wat is dat? En Mas en Yates zitten daarvoor, hè. Zij zijn de twee leiders, neem ik aan, op deze Alto. Ja, dat kan niet anders zijn. Gissink is volgens mij al lang teruggepakt ook. Ja, jawel. Zij zijn de twee koplopers. Yates en Mas. En Pogacar is aan het doorduwen. Carty krijgt het echt moeilijk. Wij zijn bijna bij de Britse kampioen van Education. Maar we moeten opletten. Want we zitten bijna ook aan blok. Hier de mannen van Ineos. En hier is Mas. Mas is Yates uit het wiel aan het rijden. Oh, kijk eens aan. Hij is weg. Enric Mas. Maakt hij nog kans om deze La Vuelta te winnen? Dat zou wel kunnen. Staat denk ik niet zo ver hoor in het klassement. Yates in ieder geval moet de rol lossen. Pogacar blijft hard beuken. Ja, Izagirre volgt makkelijk. Ook Fuglsang makkelijk in het wiel van Carty. En wat kunnen wij straks nog? We zijn onze sprint wat aan het sparen. Martin B. met nog een persvraag. Vind jij dat Benoot goed zou passen in het blok van Jumbo-Visma? Ja, persoonlijk vind ik van wel. Benoot is echt zo'n polyvalent. Goed renner ook. Die kan die in iedere ploeg gebruiken. Misschien niet als kopman. Maar als schaduwkopman of zelfs als luxe knecht is dat denk ik gewoon een goddelijke renner om in jouw ploeg te hebben. Kan over kasseien rijden, kan over heuvels, kan over bergen. Tijdrijden, ja, maar oké, daar heb je niet zoveel hulp aan iemand. En ondertussen heeft Mas de zege gepakt, jawel, in deze 18e etappe. Op de Alto del Gamonitero. Yates is tweede, dan Pogacar en met 2,40 man. Oeh, dat is veel. Dat is veel op Enric Mas. En hij stond niet zo slecht. Hè. Ja, doet Mas plots nog mee voor de eindzegen in deze La Vuelta. Ik vrees ervoor. En Gorka Izagirre ook sterk, man. Uit die vlucht van de dag in de vorige aflevering ver gekomen. Uiteindelijk in het klassement. En vandaag ja, bijzonder steady stand gehouden. 16 seconden voor Yates ten aanzien van Mas. Pogacar, minuut en 8. Izagirre 2,27. Carty 2,38. Wij 2,41. Ja. We hebben het overleefd. Dat is duidelijk. Maar wat met Mas? Krijgen we nog een concurrent extra erbij? Nadat we dus ook O'Connor en Izagirre als concurrenten er al bij kregen. Ook Pogacar schuift terug wat dichter. En ja, oeh, 51 seconden man. Damn. Nee, nee, nee. Mas. Liever iets te weinig dan Mas, vriend. Damn, 51 seconden, dat is echt weinig. Oeh. En die kan wel nog beter tijd rijden dan ons ook. 32 kilometer in de Compostela. Pogacar op 1,48. Ja, hij kan eigenlijk ook nog deze La Vuelta winnen. Izagirre, dat wordt moeilijk. Voor Yates ook, voor O'Connor ook. Carty zie ik ook niet meer gebeuren. In ieder geval, de evaluatie is goed van deze laatste bergrit. Maar het is zeker en vast toch niet gedaan hoor, mannen. Hey. Oeh, ik heb schrik. Ik heb schrik voor die tijdrit, man. 51 seconden.
Als het daar wat slecht draait met Van Zevenand, slechte dagvorm, kan ook perfect. Hij heeft een 70 tijdritstijd. Het zijn al 4 punten dat we eigenlijk moeten toestaan op Mas, want hij heeft een 74 tijdritstijd. Jawel, Pogacar een 76 tijdritstijd. Wat eigenlijk zelfs nog onderrated is voor Tadej. En dus ja, het gaat nog bijzonder moeilijk worden, vrees ik. We staan wel bij de outsiders voor etappe 19. Pogacar, Kwiatkowski en Higuita. Dat zijn de mannen die als ultieme dagwinnaar naar voren worden geschoven. Of toch wel voorspeld. Seneschal en Van Zevenand, het magazine, de mannen van de koning. En daar in het begin hebben we wel wat beklimmingen. Misschien moeten we toch die twee bergsprinten proberen aanpakken. Om onze bergtrui veilig te stellen tegenover Ben O'Connor. We staan momenteel tweede in het bergklassement. 49 punten. O'Connor heeft er 55. Is een 6 punten verschil. En op deze Alto, derde categorie, moeten we zeker al de punten gaan pakken. Voilà, op naar Roe. De aanval, erop en erover. Anthony zit dat blok. Kom aan, Mauri. Jawel. Jawel, deze bergsprint hebben we al. Is een mooi begin van de etappe. Lekker, hoppa. Op naar de Alto da Garganta. 10,1 kilometer, net geen 6% gemiddeld. En we hebben alles zitten controleren op deze beklimming. Almeida hard gewerkt, Honoré hard gewerkt. En nu moeten we het gaan afmaken. De laatste 2 kilometer. Kan O'Connor hier nog iets uit zijn hoed toveren? Wij gaan vroeg, we gaan verrassen. Voilà. We gaan Ben onder druk zetten. Komt hij in de achtergrond? Nee, het is Schultz die het gat probeert te dichten. Dan zien we ook nog Zagire inschuiven. Andermaal aanvallen. We gaan ons niet laten verrassen door een aanval van achteruit van O'Connor. Maar ik denk niet dat hij nog gaat meedoen om de bergpunten. Nee, hij zat er nog best goed voor in. Maar hij sprint niet mee. Oké, dat ziet er goed uit. We nemen de leiding terug over. En het lijkt erop dat O'Connor zich volledig op het eindklassement gaat stellen, vestigen. Dus hopelijk moeten we morgen ook geen schrik meer hebben dat O'Connor nog op jacht gaat in die voorlaatste etappe naar de bergtrui. Want wij kunnen niet mee in de vlucht van de dag in die etappe. Want die is veel te zwaar. Daarom gewoon. Laatste kilometers. Monforte de Lemos. Daar komen we aan. Maar er zijn er 3 halverwege deze etappe weggereden. Henao, Roux en Rota. En wie van die 3 gaat het hem hier worden? Was het Rota? Het kan misschien zijn dat iemand anders was, de derde man. Het is inderdaad wel Lorenzo Rota, maar hij wint niet. Het is Anthony Roux die de rit zijn gepakt voor Sergio Luis Henao. En de vierde wordt hier Bauhaus in de pelotonsprint. Jawel, voor Higuita, dan Stennert, Almeida, Mosca, Morkov. Oké, we hebben hard gewerkt om het gat nog dicht te krijgen in de ultieme slotfase voor Mikhail Morkov. Met zijn plus 4 dagvorm was dat mooi geweest, maar oké. Het is niet gelukt. Anthony Roux profiteert om deze overgangsetappe te winnen. De Wolfpack zit met een paar mooie ereplaatsen. En wij behouden de rode leiderstrui. En worden dus opnieuw leider in het bergklassement. Ja, oké. Mooie etappe. Zeer zeker onze doelstellingen voltooid. Voilà. 5 punten nu meer dan Ben O'Connor. We hebben er 11 gepakt in deze etappe. 11 punten voor de bergtrui. Het is altijd mooi en leuk. Evaluatie. Dus ook wederom dat nevenklassement komt erbij. En scoren we extra XP-punten voor. En dan etappe 20, hè. De voorlaatste. Gaat er hier nog iets gebeuren of niet? Nou, de kans lijkt me niet echt reëel. Al is de aankomst wel stevig op die Hervie. Maar eigenlijk zou het hier niet mogen afgeven, hè, de rode trui. En dan begint de stress natuurlijk voor de tijdrit, hè. De plus 1 voorspelling nog steeds rond de dag voor. Oh, en we mogen meedoen aan het Europees kampioenschap. Ja, ik wou even gaan kijken naar de vermoeidheid van Mari. Maar ik zit eigenlijk in het verkeerde venster, want dat moet je niet hier bekijken, maar bij zijn training. Maar we mogen wel naar het Europees kampioenschap in Trento. Maar we mogen niet naar het wereldkampioenschap in Leuven, zo lijkt. Of zou er dat nog bij komen? Geen idee. We zullen het wel zien, zeker na La Vuelta. Maar we gaan denk ik niet naar het WK in Leuven mogen. Ja, het lijkt er echt niet op, hè. Oké, is wel jammer. Maar wel het EK, oké. Daar neem ik wel vrede mee. Het is op een parcours. U ziet het hier, voilà. Die ons wel moet liggen. Ja, wie weet. Kunnen we daar in Trento wel iets gaan doen met Mauri. En de vermoeidheid, wat ik dus eigenlijk wou zien. Ja, die zit oké. Die zit nog oké. Niet boven de 50. Vanaf dan begint de vermoeidheid echt wel parten te spelen. Dus we zijn er klaar voor, jawel. Nog 2 finales.
Nog twee finales. Pogacar, Bas en Yates, dat zijn de mannen in etappe 20. Twee sterren bij Carapaz, Carty en Thomas. Eén ster, Evenepoel, Mollema, Sivakov, Masnada. Ja, het is een halve bergrit, hè. Kan je concluderen. 171 kilometer, de Alto de Prado. De voorlaatste beklimming, tweede categorie. En hier de versnelling. Oh, hier gaat het plots bijzonder hard. Kom aan, Mauri. We moeten ons tempo opkrikken. Almeida is ons uit de wind aan het zetten, maar die is bijna à blok. João, het lijkt stilaan over. Dan moet Evenepoel overpakken. Martijn, het valt niet stil. Oh, oh, oh. De groep der favorieten, 34 man. Ze blijven doorduwen. Kom aan, Mauri. Hier moeten we terug aansluiten, man. Bovenaan de top van de Prado. Ah, we gaan er niet bij komen. Oh, what the fuck is dit, man? Kom aan, Mauri. Evenepoel dan maar ze meteen. Len, wie vind jij de beste sprinter van 2021? Goh. Oh, ik vind dat een heel moeilijke vraag, man. Philipsen? Ik zou Philipsen durven stellen. Cavendish? Ja, het is moeilijk. Ewan, Caleb Ewan. Als hij niet gevallen was in de Tour, had hij volgens mij veel ritten ook gepakt. Maar oké, die is gevallen, dus je kan Ewan daar niet zetten. Want hij heeft de helft van de massasprints in de grootste ronde der rondes niet afgewerkt. Dus ja. Maar wij moeten hier bijzonder hard bijbikkelen. Oh, wat is dit, man. De Castro, de Hervier. Wordt dit onze dood? Ja, we moeten er nog naartoe, hè, Lem? Ik ben nog niet aan Hervier zelfs. En check die gele balk. En oh, Evenepoel krijgt het niet dicht, man. Evenepoel krijgt het ook niet dicht. We kunnen niet recupereren. We beginnen bijna à blok aan deze slotbeklimming. Oh, fuck. 5,5% gemiddeld. Dat is niet veel, natuurlijk. En daar gaat Mas. Oh, nee, hij heeft een plus 5. Oh, damn. Nee, hij heeft een plus 5, man. Why? Waarom hebben ze ons nu... Ah, ze rijden ons bijzonder hard naar de kloot. Het was Bilbao, denk ik, die ons op de Prado volledig kapot reed. Oh, damn. Ja, ze zijn weg, hoor. Ze zijn weg en ik kan echt geen extra gas geven. Want die gele balk is nu al pikeer en ik heb niet meer veel, hè. 70 eigen tempo is eigenlijk ook al te snel. Daar gaat Mollema. Oh, ze bestoken ons hier langs alle kanten. Etappe 20. Nee, het is geen waard. Het gaat alweer gebeuren. Alweer die verdomste 20ste etappe. Why? Ah, hatelijk op dit spel, man. Hoe vaak is het nu al niet misgelopen bij mezelf als ik in etappe 20 van een grote ronde rijd. En het is vandaag. Ja, het is over. Het is over. De Vuelta is weg. Ah, fucking shit, man. Echt waar. Ah, toe me. Ah, het zag er zo goed uit. Zo lang in die rode leiderstrui gezeten. Valpartij van Pogacar op een gunstig moment. Thomas pakt trouwens de rit voor Mas en Poggyboy. Dus die gunstige valpartij van Pogacar nog eens bovenop. Alles leek gewoon perfect uit te draaien. Tot etappe 20. De Prado doet onze das om. En op de Hervier hadden we gewoon geen kracht meer om terug te komen. Alweer meer dan 2 minuten aan de broek. Ja, gaan we het podium nog redden? Dat is de vraag die ik me stel hier. Ga ik het podium nog redden? Want Izagirre zat ook wederom best goed voorin mee. Gorka Izagirre. What the hell, man. Heel deze La Vuelta niet gezien. In 1 vroege vlucht. Goed mee ontsnapt. Veel tijd gekregen. Goed gefinished. En plots bam. Nog een potentiële bedreiging voor het podium. Die we eventueel aan Gorka kunnen verliezen. Thomas wint dus voor Mas en Pogacar. En wij verliezen 2,55. Ja, toch even een minuut stilte van rouw. Oh, 2 minuten 55, man. Why. Voorlaatste dag. De droom is doorprikt. Ja, de ontgoocheling is bijzonder groot, man. Maar Izagirre won uiteindelijk wel maar 20 seconden ten aanzien van ons. Dus ja, oké. We staan sowieso nog derde. En hoe groot is het verschil voor die tijdrit? Want natuurlijk in die tijdrit kan dat podium ook nog steeds in rook opgaan. Maar in ieder geval, La Vuelta gaan we niet winnen. Nee, het is voor Mas of Pogacar, jawel. Als Tadej een heel goede tijdrit rijdt, kan het nog. Hè? 1:08 op Mas. En wij gaan gewoon onze derde plek moeten verdedigen. Tegen Izagirre, tegen Yates, tegen Thomas. Vooral Geraint Thomas zal misschien nog dicht kunnen komen. Maar wow. Dit is wel even een uppercut die ik volledig niet had verwacht.
De bergdrijver nog, de groene puntentrijver ook nog. Die gaan we hoogstwaarschijnlijk vasthouden in deze etappe, want die kunnen we eigenlijk virtueel zelfs niet mee verliezen. Die is gewoon mathematisch zeker. Etappe 21, boven de 30 kilometer tegen de klok. En voilà, daar gaan we uiteindelijk aankomen. Hè. In Santiago de Compostela, het bedevaartsoord. En hier het startpodium. Nummer 10, Sergio Higuita voor Education. Carty is een mooie negende, alhoewel het klassement kan nog door elkaar geschud worden. Ook al voor Education. Nederlands kampioen tijdrijden Bauke Mollema vertrekt zich Segafredo op plek 8 momenteel. Deze Ben O'Connor, ook mede dus door die vroege vlucht ontsnapping, lange ontsnapping op plek 7. Dan Joan Thomas, zesde in het algemeen klassement momenteel. Simon Yates, juist, ze waren tijdritkampioen van Groot-Brittannië. Ja, hoe heeft Thomas dat daar uit handen gegeven? Izagirre, ook verrassend, hè? Vierde momenteel in het eindklassement. Dan hebben we Mari op plek 3. Ja, zo lang in die rode leiderstrijd. En alsnog gaat het verkeerd. En dan zagen we nog de man in het wit klaarstaan. Tadej Pogacar, want hij is de nieuwe witte truidrager. Hè? Tweede in het algemeen klassement. En moet dus het gevecht vandaag uitvechten met Enric Mas. Mas heeft ook nog even een oproep naar misschien jullie. Weet er iemand nog een goede leuke fietsgames op PC, buiten PC en met Tour de France? Ja. Ik niet meteen, maar misschien sommige van de kijkers wel. De Cyclist Tactics is ook wel nog een goed wielergame, maar oké, dat is niet echt met een 3D-mode. En wij gaan nu naar Krono 1. Even de poel, beste tijd. En waar stranden wij uiteindelijk? Ja, ik zit nog op Mas. Excuses daarvoor. Ik was even aan het kijken naar de kilometer per uur bij Enric Mas. Hoe snel dat hij aan het rijden is. 59 seconden trouwens in het krijt op tussenpunt 1 voor Mari van Zevenant. Pogacar is daar momenteel tweede nu. 1 seconde. En deze Enric Mas verliest 28 tellen. Nou, oké. Pogacar neemt op tussenpunt 1 al meteen een kleine voorsprong. Maar hij moet er nog ongeveer 40 goed maken. Hè. En wij komen wat terug op tussenpunt 2. Oké, dat is goed. Dat is leuk. 20 seconden goed gemaakt. Voilà. Castroviejo daar de beste tijd momenteel. Evenepoel in dezelfde tijd. Pogacar op 3 seconden. En wat doet Enric Mas? Kan hij zijn Vuelta redden of niet? Mas op 15 seconden. Oh, hij komt ook terug. Mas gaat La Vuelta winnen. Mas gaat deze La Vuelta winnen. En daar komt Pogacar. Ja, genadeloos. Ja, we kunnen in deze finale niet veel sneller meer. Of de gele balk is meteen volledig weg. Ja, dit is zuur, man. Bevan heeft ondertussen wel de beste tijd geklokt. Jawel. Bevan 1 seconde sneller dan Evenepoel. Dan Higuita, Koen, Kwiatkowski, Van Wilder, Kampenaerts. Hier is Van Zevenant. Oh, een minuut 42. Een minuut 53, want Pogacar de beste tijd nu. Allee, man. Hoe kan het dat we nu nog een minuut en meer zelfs hebben verloren op dat laatste stuk? Ja, bizar, bizar. Naar tussenpunt 2 komen we terug en op het einde plots bam. Terwijl we totaal niet dat blok zetten. Ja, oké, zwart. Tijdrijden en pro-cycling manager. Het is mij nog altijd niet volkomen logisch. Het gebeuren echt rare dingen in dit onderdeel van het spel. En wat kan Mas nu nog gaan doen? Ik denk wel dat we het podium vasthouden, hoor. Ja. We hebben een minuut 53 verloren al op Pogacar. Als je dat bijtelt naar de concurrentie, komen ze er eigenlijk al net niet, net wel. Maar oké, okay. Izagirre is blijkbaar niet te zien. Hè. Niet te vinden, Gorka. Nee, nee. De derde plek is veilig. We zijn derde in deze La Vuelta. Dat is mooi. Maar wie gaat hem winnen? Enric Mas of Tadej Pogacar? 15 seconden was het verlies op tussenpunt 2. Was dus aan het betere Mas. En 11 seconden aan de streep. Oh, oh, oh. Enric. Wat een stootman. Hij wint deze ronde van Spanje. Wat hem in real life dus niet lukte. Tweede plek, ja. Een heel goed seizoen gereden in real life 2021. Pogacar is tweede, dan Van Zevenant. Yates, Zagire, Thomas, Conner, Mollema, Higuita en Carty. En wij pakken wel een troostprijs. We hebben de bergklassement, jawel. 66 punten, 11 meer dan Ben O'Connor. Adria werd uiteindelijk derde dan Geesink, Pogacar, Zagire, Fernandez, Mas, Henao en Biscara. Oké, podium, bergtrui. Normaal gezien nog deze trui ook. Voilà, de groene trui. Al kwam Pogacar hier ook nog bijzonder dicht. Ja, met zijn tijdritwinst. Maar we hebben hem. We hebben twee truien.
in deze La Vuelta in het eerste seizoen. Ja, we mogen niet klagen. We mogen niet klagen. En het verdwijnen van de vormpiek in de derde week was cruciaal. Hè? Ja, nogmaals. Ik had er vooraf al schrik voor. En het is gebleken dat dat wel de sleutel tot het ultieme succes kon zijn. En het is het dus inderdaad gewoon bewezen. Pogacar is de beste jongere. Ineos Grenadiers is de beste ploeg voor Movistar. En de Wolfpack, de Koenig Quickstep dus. Dan Astana en UAE strand op plek 5. De ploeg van Tadej dus. Ja, ja. Mooie Vuelta gehad. Lang hebben we echt wel de waan er kunnen inhouden dat we deze La Vuelta gingen winnen. Maar kijk eens aan. In de laatste twee etappes worden we uiteindelijk nog op 3.49 gezet door Enric Mas. Ja. Amai. Toch eventjes om stil van te worden. Ja. Pogacar is een mooie tweede. Yates uiteindelijk dus vierde. Izagirre zakt naar plek 5. Thomas kwam daar nog in de buurt, maar wordt toch zesde. Dan O'Connor, Mollema, Higuita en Carty. De Gent vlak buiten de top 10. Dan Kemna, Carapaz, Bilbao, Fuglsang. En op plek 16 de pole voor Ineos. Kwiatkowski, Mikal dus met de voornaam genaamd. Ja, twee troostprijzen. Bergtrui, puntentrui. En natuurlijk een mooi podium. Hè. Een eindpodium in een grote ronde is altijd leuk en lekker. Voilà. We krijgen ook onze XP-punten erbij, omdat we voor het eerst een grote ronde hebben uitgereden in deze Pro Cyclist mode. We krijgen ook nog eens een positieve evaluatie, want we moesten eigenlijk top 5 behalen. Ja. Zeer ambitieus plan van de ploeg, maar oké, uiteindelijk is het wel gelukt. We hebben twee klassementen gewonnen en tweede in de jongerenstand uiteindelijk ook. En net een puntje tekort om naar level 29 te stijgen. Dat is bijzonder jammer. Wel twee truien erbij. We hebben dus ook al de trui van het Belgisch kampioenschap op de weg. De bolle en het groen van La Vuelta is er nu ook bijgekomen. En wie weet, de Europese kampioenentrui. Want we mogen naar het WK, naar het WK gaan we dus blijkbaar niet mogen. Daar lijkt het toch echt wel naar uit te zien. En hier het overzicht van de grote rondes in deze Pro Cyclist mode op PCM 21. En ik wil toch wel even aankaarten. Degenen die beweren dat het issue van de deelnames van de grote mannen in de grote rondes en de kleine rondes is opgelost. Voilà, dit is het bewijs. Het is misschien wel verbeterd, akkoord, maar het is totaal niet opgelost. Allee. Caruso wint de Giro. Gaudu wint de Tour de France. En in beide Giro en de Tour geen spoor van Pogacar, Roglic of Bernal of zelfs niet Carapaz. Ja, kom aan man. Kan toch niet. Alleen de Vuelta was toch best heftig waar wij dan ook nog eens aan de start kwamen. Dus gelukkig dat we niet voor de Giro of de Tour hebben gekozen. Of we hadden misschien gewoon die ronde gewonnen. Ja. Het had perfect gekunnen met die bezetting. Alleen dus La Vuelta was wel wat heftig met Mas, met Pogacar. Ook Carapaz deed daar dus mee. Al heeft Carapaz niet echt volledig meegespeeld. Almeida was de beste jongere in de Giro. Wij pakken dus twee nevenklassementen in La Vuelta. Van Aert won de bergtrui in de Tour. En De Mar was daar de beste sprinter. En hier nog even aantonen. Pogacar reed alleen La Vuelta dit seizoen. Voilà, dat is weinig. Had eigenlijk ook wel nog de Giro mogen rijden. Maar oké, zijn planning valt nog mee. Maar dan gaan we eens kijken naar die andere topklimmers. Dus ik heb eigenlijk de top 6, denk ik, van klimmers. Ja, voilà, hier ziet u het. Ga ik even afgaan en bekijken. Egan Bernal, geen enkele grote ronde gereden dit seizoen. Ja, kom op man, dat kan toch niet. De volgende, Miguel Angel Lopez. Ja, ik heb het al even op voorhand bekeken, dus ik weet het al. Lopez, geen enkele grote ronde gereden. Kan toch niet. De volgende in de rij, Richard Carapaz, jawel. Hij is de enigste die je mag van zeggen van qua AI-planning, oké, in orde. De Tour en La Vuelta, niks mis mee. Enric Mas, alleen La Vuelta gereden. Vind ik ook bijzonder weinig eigenlijk. Ook hij had gerust gewoon nog een Giro er mogen bijdoen. En dan deze man, Primoz Roglic. Ja. Ah, draag me weg man, voer me weg. Dit kan toch niet. Geen Giro, geen Tour, geen La Vuelta. Hij heeft gewoon geen grote ronde gereden, Primoz Roglic. Had het nog door een blessure geweest, zou ik gezegd hebben van ja, maar je kan toch niet toevallig voor al de drie de grote rondes geblesseerd zijn. Dus ja, ik vind het bijzonder jammer dat dat nog steeds niets is opgelost. Ik hoop dat het in seizoen 2 veel beter is, al zal ik het gewoon zelf manueel editen. Want dit kan toch gewoon niet. Hè? De grote mannen moeten echt wel gewoon in de grote ronde starten. En volgende aflevering dus het Europees kampioenschap en nog meer. We gaan nog naar Quebec. Lombardia zal er waarschijnlijk ook in zitten.
Waarschijnlijk gaan we gewoon naar de seizoensafsluiting gaan. Al hoop ik nog steeds heel stiekem dat we ook nog naar het WK mogen. Maar het ziet er precies niet naar uit. In ieder geval, bedankt om te kijken alweer. Abonneer nog gerust. En tot de volgende. Bye bye.